Goedemiddag. Maar weet je wat ze nog niet steeds? Om niet alles weg te gooien, zit de maan niet gebruikt. Nou ja, nou dan ook zo de tranen. Ja, de bomen, hè. Ja, hazelaar. Die jank. Oké. De deur gaat vanzelf dicht. Dat is een kroepketel, noemen ze dat. Dat zit een verwarmingselement in en water. En er komt de stoom uit. En dan ga je daarvoor zitten en dan, ja, dan lost het slijm op. En ik kan nog aan blauwsel komen, dus ook nergens meer te koop. Om je het wasgoed optisch wit te maken. Maar ook aan schilders. Die doen het door de witte muurverf. Om het plafond witter te doen lijken. Ja, allemaal erop. Allemaal erop. Ja, ik heb gecheckt wat erin zit. Het is goed hoor. Dus je zakje erop. Zie je wel. Dat is een opschepper waar je in een drop zit. Die zaak is dus van mijn dochter en mij. Het was toen nog van Westerveld. Ik was hier filiaalchef. En we woonden achter de zaak. En Linda die heeft hier nog als baby rondgekropen hier in de winkel. Oh ja, hè? Hoe was het? Niks, echt niks, dat niet weten. Wat ben je thuis? Bij ons thuis, is echt niks. Waar zo, met wie? Met Peter Fijn, die is met zijn eier. Oh? Dat is echt dikke niks. Ik heb bijna een bespeutering laat nemen. Oh! Ja. Echt niet. Erg als je zo eindigt, ja. Ja, als je zo moet eindigen. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, dat doen we maar niet. Ja, je moet het maar afwachten. Het is niet anders, je hebt geen keus. Je hebt geen keus, nee. Je moet wel. Maar het is niet leuk om het zo mee te maken. Nee, nee. Die meid heeft ook altijd zijn heel leven hard gewerkt. Ja. En dat je er zo moet aandigen, vind ik. He? Wat hebben ze geld, wat hebben ze nou? Niks. Helemaal niks. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Je weet het wel, hè? Ja, G2 geel. Ja, dat is het. Ja. Ja. Dit is 10,5. 10,25. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Dit is 15. En dan komt er nog een dubbeltje. Nog een dubbeltje. Of twee staan. Dank u. Heel goed. En ik heb nu goed. Ja, zeker. Hartstikke bedankt. Tot ziens. Ja. Maar ik als geintje had ik een keer echt ooievaars kruid gekregen. Ja, dat was als je ergens nieuw werkte, dan werd je dus erop uitgestuurd om dat te halen. Maar het bestaat gewoon helemaal niet, ooievaars kruid. Dus ik had een potje vaseline genomen, had ik een heel mooi etiketje gemaakt, ooievaars kruid. Dus als iemand erop uit werd gestuurd, dan kwam hij dus mee terug en dan was de hele grap dicht natuurlijk. Waarom moet je chocoladecrème gaan verkopen? Chocoladecrème. Ja, dat dat ze gemasseerd worden met chocolade. Ja, oh ja, dat is een goeie. Ja. Ja.